ben die, ja, die saaie rechtsback dat altijd een voldoende scoort. Bescheidenheid siert Jonas Svensson. Alleen doet de Noorse verdediger zichzelf daarmee absoluut tekort. Hij is de onbetwiste rechtsback en al 2,5 jaar lang kan de Alkmaarse ploeg op hem rekenen. Ik geef altijd alles, dat kan je wel verwachten van mij. Dat moet ik ook misschien doen, omdat ik... Ja, ik ben niet de meest technische speler. Ja, ik ben redelijk technisch, maar het zit in mijn personaliteit dat ik altijd alles geef, altijd hard werk. En als je altijd hard werkt, dan, ja, dan scoort je vaak en voldoende. Heel bescheiden, ja, Jonas. Ja, ik ben een Noor, dus ja, zo is het. En die Noor vormt sinds vorig seizoen een koppel met Kelvin Stengs aan de rechterkant. En die samenwerking verloopt steeds beter. Svensson. Stengs in beweging gezien. Mooi vrijgespeeld. Prachtig vrijgespeeld. 1-0 AZ. Ik vind het echt mooi om samen met hem te spelen. Omdat hij is slim. Weet je. Hij weet wanneer hij de pas moet geven. En wanneer hij een actie moet maken. En ik kan ook aan de binnenkant spelen en hij aan de buitenkant. Dus ja, ik denk dat het moeilijk is voor de tegenstander. Niet alleen op het voetbalveld valt Svensson op. Ook is het opvallend dat hij de Nederlandse taal al vloeiend spreekt. Ik ging mijn eerste jaar ging ik naar de Nederlandse les. 1 of 2 keer per week. Ik lees ook Nederlandse boeken. Welke boeken? Ja, vooral biografieën. Van voetballers of van sporters? Ja, van voetballers, ja. Bijvoorbeeld heb ik die van Fernando Riksen gelezen. Dames en heren, jongens en de wedstrijd wordt voorafgegaan door een minuut applaus. Voor Fernando Riksen, afgelopen donderdagochtend overleden. En hij was echt een strijder. Hij was ook rechtsback, dus... hij had echt een goede mentaliteit en hij heeft tot de laatste gestreden. Mooie woorden van Svensson. De Noorse verdediger is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij AZ, maar is zeker nog niet uitgeleerd. Hey! Ik moet steeds in mijn verdediging beter worden, vind ik. Wat dan precies? Nou, bijvoorbeeld weer de situatie tegen Partizan. Ik vond dat ik in die situatie een beetje verrast werd. Svensson aan de verkeerde kant, overtreding ten opzichte van Asano. En dan komt er een kaart. En wat voor kaart? Een rode kaart, ja. Dus mijn concentratie moet misschien een beetje op hoog. Daar vind ik dat daar is er ruimte voor verbetering. Niet laten verrassen. Ja. En meer bij aanvallende acties. Ja, tuurlijk. Dat wil ik altijd. En dat is gewoon waarom ik voetbal. Ja, ik ben opgegroeid met alleen maar aanvallen. Maar ik moet de juiste balans vinden.